Ik denk wel dat we het echt even goed moeten analyseren. Want in de eerste plaats vind ik het gewoon ontzettend belangrijk dat de macht, of de macht is eigenlijk niet goed gezegd, maar de kracht van de omroepverenigingen zijn binnen het bestel gewoon leidend. Zo moet dat zijn. De NPO heeft veel te veel zeggenschap gekregen. Ik vind dat die zeggenschap gewoon echt terug moet naar die pluriforme omroepverenigingen. Zo is het bestel ook samengesteld. Zo moet het zijn. En dan kun je je afvragen, ja, maar die gejaagdheid die we hebben. Hè, dat we heel erg naar die kijkcijfers kijken, heel erg naar die marktaandelen kijken. Ik snap dat de commerciële omroep dat doet. Maar we hebben nu een genre-management. Hè. We plaatsen nu programma's op basis van genre. We moeten echt een beetje out of the box gaan denken. Want waarom zou je niet veel meer ook op die waardering van die publieke omroep zitten? Dan kun je nog steeds sterzaken en dat soort zaken allemaal inkopen. Maar gewoon de waardering van de publieke omroep. Maar Lucille, zou je een voorbeeld kunnen nemen van dat je door die machtige NPO die dat maar allemaal programmeert. Mm-hmm. En die mooie zuilen vanuit de jaren 50 die we nog hebben. Ja. Dat enige stuk in de maatschappij waar dat nog bestaat, dat is hier. Dat kan anders, dat kan beter. En dan zouden we dit niet hebben gedaan, maar wel dat. Heb je daar dan een voorbeeld van? Je hebt zelf Lingo gedaan. Dat ging er op een gegeven moment ook af. Ik geloof dat de minister-president er aan pas moest komen. Zeker, maar dat was... Nee, maar kijk, het feit dat Lingo eraf ging... Ja. Dat had helemaal niet te maken met het feit dat de Tros dat toen zo graag wilde. Ja. Nee. Maar dat was ook toen de NPO die zeiden, kijken te weinig. Dus je bent eigenlijk een beetje wraak aan het nemen? Nee, hoor, helemaal niet. Nee, een beetje misschien. Nee, helemaal niet. Nee, flauwekul. Maar het is gewoon echt zo dat die omroepverenigingen... Daar zit de kracht. Ja. Dat is het gouden hart van het bestel.